dat je overal kan werken tegenwoordig. Waar op welke locatie dan ook inloggen. En we gaan door, zeker als ze wat later zijn. Ik had al een afspraak. Shalali, shalala, shalali, shalala. Hey Pierre! En wie gaat het worden? Nou, ik wil het niet. Ik wil het niet beslissen. Nee, ik wil het niet beslissen. Ja, je moet toch echt tot een keuze komen. Nou, wordt het Sineke of wordt het Tieneke? Ik ga voor Vincent. Vincent, hoe de fuck is Vincent? Ja, het publiek had Vincent gekozen. Oh, ja, alleen, ook nog? Ja, maar ja, dat geldt niet meer mee tegenwoordig. Nee. Daar hebben we het helemaal niet over. Nee, daar kwam je, neem ik aan niet voor. Rotheden aan mijn oren, daar had ik wel zeg. Wat heb je een nieuw telefoontje? Kwam je dat laten zien deze keer? Nee hoor, dat is gewoon mijn eigen telefoon. Oh. Niks bijzonders, weet je wel. Flauwekul. Maar wat ik altijd leuk vind, is dat ik hier lekker radio op kan luisteren. Ja. Of andere dingen die ik wil. Ja, business dat doe je al heel lang. Dat doe ik al heel lang. Ja, inderdaad. Ja, dat echt een vervent radioluisteraar. Ja. Maar nou, ik even die oordopjes hier. Ja. En wat lastig nou is, die dingen komen altijd in de war te zitten op een gegeven moment. Absoluut. Met één grote chaos. En dan hebben ze iets nieuws gebedacht. Dat is deze. Er staat op dat het een giveaway is, dus je moet hem alleen maar weggeven. Ja. Ja? En de bedoeling is dat je hier je oordopjes in doet. Mm-hmm. Tulip controls and protect your earbuds. Designed to stay on the earphone. Wire, de earphone wire, oh, dus yeah. Had wel een steepje mogen tussen staan. Tulip is a simple solution for preventing damage to the earbuds, whilst also controlling them to prevent tangling, leaving you to enjoy your music. Nou, vind je een oplossing? Ja, dit is prachtig. Leuk hè? Nou, het is wel waar, want ik heb zelf zo'n iPod en dan, die dingen zitten wel vaak in de war. Daar komt. Wacht even. Ja, hallo, je zit in bespreking hoor. Oh. Goedemiddag, Rijker Stroomendam. Dag. Ja hoor, uitstekend, zegt het maar. Ik zit midden in een tv-opname, maar voor de rest gaat het goed. Ja, dus dat geeft hem niet. Nou, dat geeft hem niks. Geeft niks hoor. Heel handig van die oordopjes onder microfoon. Ja. Dit is werkelijk geen gedicht hoor. Ideaal, met die oordop in en dan zo bellen. Ja, het lastige is met dit soort dingen, is dat deze, die gebruik ik er ook eigenlijk nooit voor, maar er zit geen microfoon in, dus alleen oordopjes. Ik snap het. Dus ja, dan werkt dat dus natuurlijk niet dat ik... Hè? Je kan er niet mee bellen. Het was even, neem ik kwaad voor ontbreking, dames en heren. Ja, dit is gewoon real life, zo werkt het nou eenmaal. Maar al met al, je kan hier dus je oordopjes in doen. Ja, zo hier doorheen. Ja. En dan blijven ze netjes bij elkaar. Dan blijven ze beschermd. Handig. Slim hè? Heel slim systeem. Alsjeblieft. Het is ook het giveaway van 2009. Echt waar? Dus je bent echt helemaal up-to-date. Ja, staat hier al, staat hier. Maar goed, dat maakt niet uit. Getting started. Maar hoe gaan we om? Als jij dat doet, lees ik het voor. Goed. Ja? Thread your earphone wire through the tulip. Dus vanaf deze kant mag ik zo aannemen. Ja. Ja? Ga je gaan? Ja. Ja? En dan? Ja, gewoon helemaal doorheen halen denk ik ofzo. Werken. Zo niet. Dat is toch voor gemaakt? Wacht. Ja. Oké, kijk. Nou, we're talking business. Ja, er gaat iets gebeuren, man. Het is niet heel eenvoudig, man. Nee, maar het kan. Ja, het is ook niet heel gebruikelijk oordopjes, zeg je dit. Hè. Misschien dat... Het is natuurlijk een beetje een afwijkend gevalletje. Het is wel een Sennheiser, maar... Hoe gaat die zo, Martin? Gaat lekker. Nou, wel. Het is even toch, maar het kan wel. Kijk, zie je wel. Nou, dan doe je ze zo erin. Zie je erin. Zo erin. En nooit meer in de war. Nooit meer in de war. Ja, ik vind het een uitvinding, vind ik. Trek hem er hieruit. Ja. Hup. Je hebt wel weer iets extra's aan je ding hangen natuurlijk nou. Hè? Want dan ga ik mijn oordopjes in. Ja, zo. En de ring bij jou nog niks aan. Dus... Nee, precies. Er hangen allerlei toestanden aan je. Ik denk dat je beter... Het is ook gelijk een spoelbakje. Nou, het is volgens mij heel charmant. Ja, nee, het ziet er fantastisch uit. Ja, het is echt wel... Ja, dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk, want de meesten hebben niet al deze toeters en bellen staan. Zo. Dus want ik heb zelf een iPod. Niet te flauw doen, maar zo. Nee, die zeggen. Niet te flauw doen, maar... Nee, het idee is leuk. Op zich, het idee is hartstikke handig, maar dat is inderdaad een probleem. Ik heb trouwens zelf ook een iPod waar die andere... Ik vind het trouwens wel een nadeel, Martin, want heel veel dingen worden gemaakt... Vanuit de optiek van iemand die dus zo'n ding heeft en dan maakt hij hem op. Ja. Maar je geeft hem wel aan iedereen weg. Ja. En, nou, ik zal niet zeggen een kwart, maar toch een groot aantal mensen hebben ze een afwijkende koptelefoon. Denk maar aan al die koptelefoontjes van die telefoonaansluitingen. Ja, die zijn allemaal anders, maar er zit ook een... klopt. Snap je? Dus je moet eigenlijk dit soort dingen, als je dat weggeeft, moet je wel zeker weten dat iemand echt wat mee kan.
En dat is in dit geval eigenlijk een beetje discutabel, vind je? Ja, dat is dan. Maar goed, het idee is maar wel leuk. Het idee is goed. Ja. Het is inderdaad een probleem. Nou, het zal een probleem. Nou, ja, hallo. Probleem geniet van wereld. Wat het probleem is, wat er naar het Songfestival gaat, maar voor de rest. Voor de rest hebben we geen problemen, toch? Nee. Maar goed, ik zal hem even eens uithalen, dan kan jij hem nog even. Maar dit kijk of je dat ziet. Ja, dit is niet helemaal de bedoeling. Daar is het niet voor bedoeld, dat is duidelijk. Nee, ik denk dat dat inderdaad afwijking is. Maar als jij het nou eens doet. Dan zou je deze van ik wel moeten doen. Ja, precies. Ja, want waarom niet klaar? Plug in your earphones, slide your lip down to the wire to listen to your music. Slide your lip back up the wire to control and protect your earbuds. Rockit? Web? Nou, dit gaat erom. Solid tube down the wire to listen to your music. Ja, down. Slide to the down. Slide to the back up. Back the up. Wire. Back up the wire to control and protect your earbuds. Nou, ja, dat lijkt me. Dus lijkt me daar hoeft nou een keer geen gebruiksaanwijzing is eigenlijk. Hè? In dit geval over. Wrap your earphone wire around your portable music player as normal. Zoals je dat normaal doet. Zo dan doe je dat toch mooi, Martin. Hap! Nou. Het is hier net Telcel. Maar ik wil wel naar de grotere bobbel hier. Ja, een grotere bobbel maken. Oké, het is het een of het ander. Je hebt er ook wel een flinke karabijnhaak aan zitten. Ja, doe je de belbeklimmen mee? Ja, zo. Nee, dat doe ik op de sportschool zo. Klik. Super. Martin, wat vind je ervan? Ik vind het best een leuk ding. Nou. Kost misschien niet al te veel. Nee. En, maar als, zo open. Als dat meer dan een kwartje kost, dan vind ik het leuk wel. Leuk ding om eens een keer te mailen of zo. Of, ik vind het wel gaaf. Maar weet je wat? In de gaten dat niet iedereen mee kan werken. Nee, dat is ook zo. Maar. Hartelijk dank. Groeten. En tot volgende week. Hoi, hoi. Ciao, ciao. Thank you for the music. Nou, ik ben benieuwd hoor. Tineke of Sineke. Zal me benieuwen.